Elke ochtend nadat zij een bad hebben gehad, kregen dak- en thuislozen in Nieuw-Nigeria een broodje en een kopje thee. Iets later op de dag wordt hen een warme maaltijd aangeboden. Dit project wordt uitgevoerd op initiatief van de districtscommissaris van Nigeria en is gestart op 19 december. Wel dagelijks hebben wij een stukje verantwoordelijkheid hier naar hen die een verkeerde keuzes hebben gemaakt en zijn komen te verkeren in een soort ongunstige positie. En dan vangen wij ze hier in een proces van douchen, kleden, krijgen ze dan een broodmaaltijd. En dan later op de dag komen ze weer voor een warme maaltijd. En dat niet alleen, we hebben ook, voeren ook nog gesprekken met ze om ze te kunnen motiveren andere stappen te ondernemen. Het is veel meer, het houdt veel meer in dan alleen maar douchen, kleden, voeding, just name it. Het allerbelangrijkste is dat we ook nog proberen dan de verstoorde en verbroken relaties met de familie te laten herstellen. We proberen ook te kijken als de mogelijkheid er bestaat, zij die geen toegang hebben tot de medische zorg, dat dan die toegang wordt gecreëerd. We inventariseren dan de problemen. Meestal is het namelijk een ID-kaart. Deze gasten hebben geen ID-kaart, waardoor het dan moeilijk uitvalt om ze dan te begeleiden richting de medische zorg. Dus waarom dit bedoeld is, waarom we eigenlijk hiermee gestart zijn, is dat je zeker een aantal van die dak- en thuislozen hadden die, laat maar netjes zeggen, heel erg beroerd eruit zagen. En Nieuw-Nigeria is het uitgangscentrum geworden. En je merkte ook dat een paar van ze steeds lastiger werden, opdringer werden. Ze je opeisten wanneer ze bij je kwam om wat geld te bedelen. En ze roken ook niet al te bepaald netjes, waardoor we genoodzaakt waren om toch een ommezwaai te doen om die mensen op te vangen en te begeleiden. En we zien dat het toch heel goed gewerkt heeft. En we kregen ook respons van de gemeenschap, van dat die mensen wel wat beter eruit zien. Zelfs een van ze die heel erg agressief was en niets van wilde hebben. Als u die dame bijvoorbeeld ziet, is het onbeschrijfelijk, zie je toch, want de 80 graden omgekeerd gemaakt. En de ene meneer die niets van zich wilde hebben en niets van het centrum wilde hebben, heeft kenbaar gemaakt nu. Hij is zelf gekomen. We hebben hem op straat gesproken. En hij is zelf komen aanmelden. En hij heeft kenbaar gemaakt dat hij heel graag ook, hij geeft aan dat hij aan drugs is en dat hij wil afkicken. En dat is nou net ons einddoel ook, dat die mensen uiteindelijk teruggaan naar de samenleving. Behalve het voeden en het kleden van deze dak- en thuislozen, is het ook de bedoeling dat zij begeleid worden. Wanneer de groep eenmaal vertrouwd is, dat we daaruit ook zullen kijken hoe we die mensen verder kunnen begeleiden om degene die aan drugs zijn, om af te kicken. En die afspraken zijn ook al gemaakt waar ze kunnen afkicken. En die andere groep die echt psychologische of psychische begeleiding nodig heeft, dat die groep dan ook door de psychiater, PCS, beter opgevangen en begeleid kan worden. Want blijkt dat bepaalde van ze de medicamenten niet op tijd gebruiken. En dat ze dan professioneler hulp krijgen, zodat die mensen in ieder geval in de samenleving terug kunnen keren. En die andere groep, die zijn ze dan tenminste op straat wat ogelijker zijn, beter, netjes eruit zien, geknipt en geschoren. Mijn naam is Isme. Dit is mijn collega waarmee ik werk. En we zijn bezig met de moxalesie. Met wandu, pesi en zoutenvis die we klaar gaan maken voor de daklozen. En de keuken is daar komkommer. En zo ziet u wat we allemaal hebben in de keuken. Wat van belang is, is dat deze gasten moeten worden gevoed. De voeding moet van ergens komen. Als er mensen zijn die zeggen dat ze groenten hebben en dat willen doneren aan de organisatie, juichen wij dat van harte toe. We gebruiken 16 tot 20 blikken bruine bonen per maand. Je zou ze kunnen stellen van, ik kan niet die hele maand sponsoren, maar tenminste één week sponsoren. Dan doneert hij 4 blikken bruine bonen, zodat deze zielen toch nog wat op de maag kunnen hebben. Want het is jammer te mogen ervaren, en dat ervaart de samenleving ook, dat ze gaan graaien in de tonnen. Ja, en je ziet dat nu minder in de Nigeriaanse samenleving, omdat ze volle magen hebben.
Meer nog ook, je ziet dat ze ook nu heel anders zijn in de samenleving. Ze geuren niet meer zo als voorheen, omdat ze elke morgen komen en ze hebben een douchegel en ze hebben een shampoo en ze hebben hun everything hier om anders te mogen geuren in de samenleving. En we hebben ook goede geluiden vanuit de samenleving dat deze kostbare zielen nu ook is anders gekleed gaan door de samenleving. Dus het allerbelangrijkste als ze kleding hebben, doneer kleding. Man, vrouw, is van harte welkom. DC Julum Singh geeft aan dat dit project niet stopt, maar dat zij doorgaan zolang zij de ondersteuning krijgen. Wat nu belangrijk is, is dat zij een locatie ter beschikking hebben waar zij deze dak- en thuislozen kunnen opvangen. Wat mijn wens is in ieder geval, als ik mag aangeven voor deze groep, is dat we toch nog die opvang voor die groep kunnen bewerkstelligen. We hebben in het verschiet weer een locatie van Stichting Klankbord, van meneer Morsen ook. En als wij ook de ondersteuning, lokaal of internationaal, kunnen krijgen om wat voor ze neer te zetten. Want de bedoeling is dat ze ook een beetje voor zichzelf planten, arbeiden voor zichzelf. Ook een beetje om zichzelf te onderhouden. Om het makkelijker te maken en voor hun eigen vorming. En ontwikkelen van een stukje zelfvertrouwen bij die mensen ook. Dat we een stuk terrein hebben van Stichting Klankbord, ik meen something 1 hectare, 1,5 hectare. En dat is nou net genoeg voor die groep. Dus we willen wel die groep daar opvangen, heel graag. Dagelijks worden ongeveer 20 dak- en thuislozen gedoucht, gekleed en gevoed.